We kunnen allemaal wel doen alsof we heel beschaafd carnaval gaan vieren. Maar uiteindelijk wordt er natuurlijk veel gedronken tijdens deze dagen. En waar gedronken wordt, wordt meestal ook gegeten. Wat eet jij het liefst tijdens carnaval? Het is een kapsalon. Ja, dat is toch wel echt voor tussendoor. Dat is voor mij het lekkerste. En maak je hem dan zelf of haal je hem in? Die haal ik zeker wel af. Die haal ik af. Ja. Die ga ik niet zelf maken. Ja, friet of zo. Ja. Met welke snack? Frikandel speciaal met ketchup. Waarschijnlijk noedels, maar dat kan je niet eten tijdens carnaval. Ja. Lekkere hapjes, hè? Lekker, hè? Ja. Dat is over frietje of Chinees, ja. Ja. Voorkeur uit de frituur? Ja, dat wel, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik denk gewoon een lekker broodje, maar ja, of een frietje. Ja. Iets uit de frituur? Ja. Broodje hamburger bij het Zwijnshoofd, dat is een van de lokale cafeetjes bij ons. En die hebben op het pleintje achter het café een hamburger tent staan. Een broodje hamburger met gebakken ui. En, dus dat is de favoriet? Dat is de favoriet, ja. Wat vlug, ja. Het is meestal friet, hamburgers. Ja, vlug. Niks gezonds? Ja, maar dat is toch ook gezond? Zeker, een beetje gezond. Een glazen bier op heb, is dat gezonder als ik erop sla, hoor. Gewoon de vette hap. Dat is het makkelijkste, hè? Ja. En ook het lekkerst. En ook het lekkerste, ja. Lekkere kippenpootjes. En als je dan kijkt naar het ontbijt, wat is voor jou het perfecte katerontbijt? Perfecte katerontbijt? Dan toch wel fruit. Ja, om toch de balans te leggen, dan toch wel fruit in de ochtend. Ja. En verder geen vette hap? Nee, in de ochtend of in de middag niet. Nee. Dan toch fruit. En kwark. Gewoon een goede boterham, denk ik. Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar ben ik geen expert in katerontbijt. Nee. Ik heb nooit geen kater 's morgens. Nee? Nee hoor. En heb je nog tips voor een goed katerontbijt? Nee. Wat eet je zelf het liefst 's morgens? Niks. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Kater, ik heb niet heel vaak een kater, maar dan zou ik toch zeggen een lekker gebakken eitje. Katerontbijt heb ik nooit. Nee? Nee. Maar u ontbijt wel? Ja, 's morgens. Ja, en na de carnaval wordt het gewoon een boterhammetje? Ja, gewoon net als anders. Niks speciaals dus? Nee. En dan 's morgens als u een kater heeft, wat is dan het beste katerontbijt? Heb ik geen last van. Nee? Nee. Beginnen waar je mee gestopt bent. Dus gewoon weer aan de drank.